je altijd bedenken van... Ja, weet je, ik zeg het wacht niet, op mijn data lekt om op te drinken. Nee, dat kan niet. Nee, maar je kan er kijken of het aan gaat zien. Je kan kiezen, maar we hebben wel een innovatie. Wat dat precies normaal is. Geen datalek presentatie zonder water. Hè? Iedereen van harte welkom. Gaat u rustig zitten. U heeft het vast allemaal goed geregeld op uw werk. Want op dit moment vinden we echt wel datalekken plaats. Ja, waar zijn we eigenlijk hier? We zitten in de arena, topsportlocatie. We zitten niet op het veld, want dan zou ik niet aan de bal zijn, want die sport verslaat niet. Maar de locatie is wel heel treffend gekozen, want als er nou iets, plaats genoeg hoor, als er nou iets belangrijk is, dan is dat een topsportprestatie gaan leveren om privacy nou eens een keer goed geregeld te krijgen. Met respect naar alle sprekers, ja, er zijn natuurlijk waarschuwingen vanuit het AP, er zijn wat prangende vragen, de tweede spreker gekomen die daar doorheen prikt. En we hebben het over data in the future. Maar ik stel toch maar voor dat we het eerst even over de data van vandaag gaan hebben. Dat is goed bekijken. En vervolgens hebben we vast wel goede ideeën voor de toekomst. Voordat ik in de diepe met u duik, stel ik mezelf maar even voor. Jan de Heer, ik ben geen jurist. Wat ik net al in de vraagstelling vertelde. Ik ben ingenieur, dus ik hou van ontwerpen. Wiskundig ingenieur. Ik heb in alle disciplines gewerkt. Vliegtuigbouw, wat me altijd nog heel erg inspireert. Om zaken onder controle te brengen, kunnen wij in de bestuurlijke automatisering dus nog veel van leren. Een andere titel is Register-IDP Auditor. En daartussen heb ik veel gedaan als business consultant in verschillende IT-bedrijven. Ik ben nog in dienst bij KPN als business consultant voor security en privacy. Maar op dit moment heb ik een fantastische job bij de Norea. Daar ben ik bezig in de kennisgroep privacy als projectmanager. Kwaliteit en vaktechnische communicatie en dan probeer ik een stuk vernieuwing te bewerkstelligen. Ik ben ook geïnteresseerd wie u bent. Ik zal het even makkelijk houden, even handje opsteken en dan noem ik wat functies. Dan krijg ik het idee, ik weet dat verschillende functies zich gemeld hebben op het congres, maar ik ben ook wel even benieuwd wie hier nu daadwerkelijk zit. Privacy juristen, ik heb er net natuurlijk één gezien. Kijk, die zoeken een heil op dit moment ergens anders. Security professionals. Dat is in ieder geval een riant gezelschap. Risk managers. Effect. Compliance. Auditing. Kijk, ook een riant veel. Assurance, deskundige. Nou, daar hebben we complimenten aan u. Want daar hebben we een mooi, breed gezelschap. Wat mijn stelling is, om er maar eens even mee te beginnen. Zonder innovatief teamwork gaan we het privacy varkentje, denk ik, niet wassen. Want het is gewoon een heel multidisciplinair vraagstuk. Maar ik wil wel positief beginnen. De innovatie wint het gelukkig altijd. Vroeger kon men niet vliegen. Ik heb ooit in de vliegtuigbouw gewerkt. Toen waren er ook nog geen juristen die zich afvroegen hoe je een regelgeving in de lucht moest vaststellen. Op een gegeven moment zijn we gaan vliegen en de rest volgt wel. Uiteindelijk is toch de mens, zien we in eerdere vraag, de sterkste schakel. En als we dit willen oplossen, dan gaan we het ook oplossen. Goed, even de diepte, mijn heren. De realiteit van alle dag. Ik ga dat allemaal niet uitleggen. U kunt het iedere dag lezen in de computerbols van de autoriteit persoonsgegevens. Het lekt al om. Ik ga het niet schoppen, want er hoop is het is een logisch gevolg van, ik noemde het net al, gratis internet. Gratis internet is een wettig betaalmiddel, dat zijn uw persoonsgegevens. En daar betaalt u mee zonder dat u het realiseert. En vervolgens vragen we ons af, wat gek dat we privacy voor een stuk kwijt zijn. Natuurlijk, het personeel, de zwakke schakel. Maar we hebben ook respectabele andere partijen die ook slim geld verdienen. Nou ja, om het maar eens even een leuk plaatje neer te zetten.
dit gebeurt er helaas toch. Uw gegevens worden op elektronische marktkramen slim verhandeld, zonder dat u dat daadwerkelijk weet. Even zorgen. Ja. Dus data lekken al om. Ja, dat willen we dus feitelijk niet. Maar zo inherent aan hoe er gewerkt wordt. Wat ga ik met u doen? Ik ga iets toch vertellen over, daar hou ik van, ik weet altijd graag geïntegreerd de top-down, iets over de ICT-wereld waarin we leven. Er komen vast andere sprekers vandaag ook nog op terug. En hoe privacy daar omheen dwarrelt. Toch eventjes vragen hoe scherp u met de meldplicht datalekken omgaat. Ga ik ook wat vragen over stellen, kunt u ook even gaan staan, dat is ook prettig. Een aantal essenties, en dit is een beetje afhankelijk van u, hoe diep we daarop doorgaan met de meldplicht datalekken. Een kort doorkijkje, want er is al heel wat voetbalgras van mijn voeten weggemaaid over de verordening en de General Data Protection Regulation. En een innovatie die ik maar eens naar voren wil brengen, hoe leren we nou eigenlijk van al die lekken? Ja, want het feit dat het lekt, dat weten we inmiddels wel, maar ik ben ingenieur van huis uit, ik wil het ook oplossen. En hoe kunnen we nou met elkaar het gaan oplossen? Daar komen we bij 5 onder andere op terug. Natuurlijk zit ik heb het even overgeslagen, is vooral niet de bedoeling, praat ik ook vanuit de kennisgroep privacy bij de NORREA, de IT Auditors Beroepsgroep, een groep van gepassioneerde professionals die zich met tal van beheersingsvraagstukken bezighouden, waaronder privacy. En wij hebben ook een aantal dingen die kunnen helpen om vast te stellen in welke mate u in controle bent. Aan het eind van het jaar komt dat uit. Daar laat ik u even een schetsje van zien. En dan bent u inmiddels zo enthousiast dat u contact wil opnemen. Dus dat wil ik u ook niet achterlaten. Zijn er mensen die punten missen? Die er graag nog iets willen toevoegen of afvoeren? Nee, oké. Een heel verhaal. Plaatjes zeggen heel veel, waar leven we nou in? Het overkomt ons. Het overkomt ons eigenlijk allemaal. Het gaat gewoon razendsnel. En we hebben razend veel. Veel data. Dat is ook een nieuw woord tegenwoordig. Al voorbereidende kwam ik het woord datificatie tegen. Volgens mij is het vandaag nog niet gevallen. Het is een nieuw woord dat zich voordoet in de hele digitalisering. Alles wordt data. En het gaat gewoon heel erg hard. Dus ik denk dat we met z'n allen een absorptieprobleem hebben en vervolgens overkomt ons dat we aan het lekken zijn, bedoeld en onbedoeld. Maar leuke, ik hou van techniek, hè? Internet of Things doet zijn intrede, geeft allerlei risico's ook met zich mee en allerlei mogelijkheden. Heel belangrijk punt wat ik even uit wil lichten is de voortgezette decentralisatie wat je bij de overheden ziet, gemeentes, waar een grote concentratie issues in het kader van lekken aan plaatsvinden. Is ook logisch, zijn grote gemeentes, kleine gemeentes, daar moeten we iets aan doen. Bewust zijn voor het belang, vind ik een hele lastige. Zijn we wel bewust? Ja, een beetje, hè? Het is een soort dwarrelend bewustzijn. We bespreken het misschien ook liever niet echt. We moeten er maar mee leren leven. Ik denk dat dat niet moet gebeuren, want anders zijn we ook echt onze identiteit digitaal kwijt. Fantastisch zijn de mensen vorige week bij de annoncering van het rapport licht op de digitale schaduw geweest. Ziet niemand? Het is een rapport uitgebracht. Verantwoord innoveren met big data. Met het punt privacy. Expertgroep Big Data en Privacy hebben het ministerie van Economische Zaken een heel mooi rapport neergelegd onder aansturing van Jeroen van den Hoven. En die heeft gezegd, ja, en dat rapport werd ook bij de presentatie aangegeven. Dit is nou zo'n mooi rapport dat stimuleert om te innoveren en niet om te schoppen. Er worden geen partijen aangewezen die het echt fout doen. Het is één mooie analyse hoe je zaken, big data en privacy zou kunnen oplossen. Nou, dat vind ik een spirit. Die doet het toe. Want meer juristen erop gaat het niet oplossen. Meer gorilla's bij het AP met respect voor de autoriteit persoonsgegevens. Het is een geweldige wake-up call. Dat wordt hem ook niet. Wat hem wel wordt, het is een spirit ingenieursbenadering. Om maar eens eventjes de kant te zetten. Goed.
In het kader van mijn permanente educatie. En ik heb in Delft mogen studeren, toen nog de Hogeschool Delft, dat heet nu de TU Delft, ben ik eens, dat was in een weekend, op bezoek geweest. In de collegezaal de Van Leeuwenhoek lezing. Zijn de mensen hier nog die daar geweest? Dus heel open toegankelijk. Het was een zondag, dus niet zo'n gebruikelijke dag ervoor. Maar Michiel van Eten heeft dus ragfijn de businessmodellen van cybercriminelen uitgelegd. Nou, de rillingen die liepen over mijn rug. Dat zijn mensen die hoeven geen PE-registratie te volgen. Die doen het wel op eigen kracht. En het is, om maar eens iets te noemen, hè, ransomware. Dat is een hele belangrijke, stond ook uitgebreid in de computerbol. Vele computers van u zijn zendstation van verkeerde software. Mijn zoon die liet het ook zien. Beste papa, kijk nou eens, hij staat maar de hele tijd te knetteren. Hij was inmiddels, kon hij zien dat hij processen bedeed terwijl hij niks deed. Nou ja, wat er allemaal niet verzonden, weet het wel, zal ik hier maar niet herhalen. Het is ook privacy, dat vertel ik niet. Maar het is een zendstation van kwaadaardige berichten. Dus en geld, wat ze verdienen, miljoenen winsten. Dat weet je waarschijnlijk allemaal wel. Maar het betekent wel dat we in een wereld zitten wat een beetje een wedloop aan het worden is. Een red race tussen ICT, hè? Tussen ICT-kennis. De criminelen met respect, cybercriminelen moeten we met respect ook volgen. Stel me eens de ramp voor dat een ethical hacker die met identiteitsfraude uw bedrijf even komt doorlichten, wat er daarna zou kunnen gebeuren. Dat wil je dan niet weten. Oké, terug naar het AP. Ik werd net gezegd, ik loop er weer achter. Ik denk, ik ben vast actueel, 1 september 3400, lekker. Maar helaas, het zijn er alweer meer, 4000. En helaas, het werd ook gezegd, zijn er te weinig. Het zijn er feitelijk nog veel meer. Als je gaat kijken, dat er toch heel veel partijen zijn die dat moeten lekken. Nou, wat ik heel zorgwekkend vind, is 44%, en net werd dacht ik al 50% genoemd van de gemeentes, die hebben zich gemeld bij het AP, ik heb een lek. Ja, dat is nogal niet wat. En niet ieder lek wordt gemeld. Maar goed, aangezien ik ook een functie heb bij KPN, dan wil ik maar eens een hele leuke noemen. Stel dat u geen real-time monitoring heeft op uw gegevens, op uw servers, en u weet niet dat u toch gehackt wordt. Iedereen wordt gehackt, het is de realiteit van alle dag. Ja, dan geeft u ook niks aan. Wij als bedrijf zien veel lekken ontstaan, enerzijds bij onszelf en anderzijds voor klanten. En meldingen zijn het gevolg. Dus misschien zijn zelf goede bedrijven beter bezig die real-time monitoring hebben met het melden van de lekken. Dus het verhaal achter de lek is waanzinnig interessant. Maar, dat is agenda punt 5, voor hoe we daar slim mee om kunnen gaan. Als u intikt, last onder dwangsom Blue Trace op Google, zijn de mensen die die berichtgeving hebben gezien. Ik zou niet zo blij zijn als bedrijf dat het me op deze manier getrakteerd werd op tientallen pagina's Google met negatieve informatie. Maar zo gaat het dus kennelijk wel. Ik ga die casus niet doen, maar het is wel heel interessant om te downloaden, omdat helemaal aangegeven is in alle referentieartikelen wat er dan volgens de wet niet goed is gegaan. Maar de kern is oneigenlijke wifi-tracking met locatiegegevens. Je hebt natuurlijk een locatie die je kan meten binnen een winkel en buiten een winkel. Openbare ruimte mag het niet. En binnen mag het alleen met een zeer beperkte tijd. Dus nou ja, daar is een discussie gaande. Wat ik begrijp, dat ondanks aangegeven verbeteringen, dat het nog niet goed zit. En nou ja, ik weet niet precies de juridische consequenties van last onder dwangsom, maar dat belooft niet van goeds, denk ik. En eigenlijk vind ik dat we dit niet zo breed moeten melden, met naam en toenaam. Ik zou veel meer vinden wat ik straks onder agent punt 5 ga melden. Oké, wilt u even gaan staan? U heeft de hele dag al gezeten. Kunt u gewoon even rustig gaan staan. Er gebeurt niets, u hoeft niet te gaan springen. Het ergste wat er gebeurt, u gaat er zitten. Dus even rustig. Eventjes een warm-up, u bent meldpregnator. U heeft procedures om te melden bij het AP. Kijk,
U bent goed bezig. Maar we gaan naar een volgende en ik denk dat het dan even anders gaat. U heeft geautomatiseerde maatregelen, tools, om tijdig datalekken te onderkennen in allerlei tonen. Sophisticated geautomatiseerde tooling. Kijk, ja, dan wordt het al even ietsje anders. Hè? U weet het niet. Oké, nou ja, dat is ook interessant. Ja, wat gebruik je voor tooling in je organisatie? Skype? Bank. Hele goede. Ja, ja. Ik maak geen reclame. Ik zit bij de Norea nu, dus ik moet het een beetje objectief doen. Uw organisatie heeft multidisciplinaire werkgroepen om de omvang van de datalek te onderzoeken. Heeft u klaar liggen? Prima. Ja. En u heeft al mooie templates, communicatiebrieven gereed om zowel betrokkenen als AP te informeren dat u niet allerlei juridische rimram moet gaan regelen op het laatste moment. Nou, en u heeft vervolgens een register van datalekken die gemeld zijn bij het AP, die u ook periodiek laat auditeren en etcetera. Nou, complimenten voor degene, dus ik zie wel, ik heb dus een testje bij KPN ook was gedaan, toen ging iedereen zitten, dus we zien wel vorderingen in het bedrijfsleven of overheid. Hartstikke leuk, bedankt iedereen. Goed, de recap datalekken, ik ga er toch even doorheen. U weet het vast wel, 72 uur moet u melden. Ja, ik vind het heel plezierig dat het toch een boardroom issue is, want het geeft lekker tractie met het management. Het kan wat gaan kosten, het kan nog veel meer gaan kosten, heb ik net begrepen, met de verordening. Dat hoorde ik, 20 miljoen euro, 4%. Goeiedag zeg. Ben ik even blij dat ik geen internationaal groot bedrijf ben. En ja, en deze laatste bullet, u moet dus ordentelijk beveiligen. Artikel 13 kwam ook naar voren. Nou, dat is dan allemaal eenvoudig, hè. En wat dan ook eenvoudig is, dat u zelf meldplichtigheid heeft. De beleidsregels, dit document kan ik ieder aanraden. Als je doorleest, dan begint het heel enthousiast en strak. Maar naarmate u verder vordert in het document, wordt het echt lastiger. Vooral als u de passages leest wanneer de boek melden naar betrokkenen. Dan beginnen de eerste migrainepilletjes een intrede te doen. Bij mij althans. Maar ik heb het wel helemaal gelezen. Ja, vele afwegingen en voorbeelden. Nou, in een nutshell, dit vind ik een heel goed plaatje. Ja, je moet toch altijd even een mooi ontwerp hebben, een globale flow wat er gebeurt. We hebben een lek en niet iedere lek is natuurlijk een lek voor de datalekken. Sommige worden beveiligingsincidenten, slaat het op persoonsgegevens, dan wordt het een datalek. En sommige lekken moeten gemeld worden aan de autoriteit persoonsgegevens. En de laatste categorie, niet de leukste categorie overigens, aan betrokkenen. Want juist het melden aan de betrokkenen, dan is het natuurlijk heel vervelend. Met imagerisico tot gevolg. Ziet er strak uit. Is ook een strak plaatje. We gaan door. Even kijken, wat is nou een datalek? Belangrijk, het moet daadwerkelijk gevolg hebben voor persoonsgegevens. Is er helemaal geen sprake van persoonsgegevens? Gaat u rustig wel andere dingen doen, dit is het hele ding niet van toepassing. Er wordt trouwens gesproken over de wet meldplicht datalekken. Niet te groot maken, het is één artikeltje, 34a on top of de WBP. Dus een algemene wet is het zeker niet. Het is een apart artikel. Zat hier nou een jurist in de zaal of niet? Nee, hè? Nou, dan ga ik toch iets juridisch vertellen. Niet redelijkerwijs uit te sluiten, de omgekeerde bewijslast speelt hier. Dus twijfel je, je kan niet uitsluiten, toch melden. Terwijl de intentie eigenlijk is, meld niet alles. Nou, dat is even een dilemma. Dan kom je het niet uit. Hè? Dus ga vooral niet alles melden. Ik werk normaal bij een telecombedrijf. Die is gewend alles te melden. Dus nu krijgen we ook te horen, jullie melden te veel. Doe het even slim. Je gaat vervolgens naar kijken en dan loop je ook vast. Het is zoals het is. Voorbeelden van de datalek, die hebben we allemaal al bekend. Goed. Waar ik even met u in de diepte voor ga. Dit is het hoofdstramien. Melden of niet.
melden aan betrokkenen, autoriteit en wat doet u na de melding en wat moet u melden, etc. Dus het is op zich allemaal nog te overzien. Strak schema, zoals al eerder vermeld. Ja, beleidsregels, is het een datalek? Nou, we hebben eigenlijk twee categorieën, datalek, opzettelijk en onopzettelijk. Onopzettelijk is de slordigheden met grote consequenties, daar vind je nogal wat van. Het verlies van een pc, een USB-stick, gaat even naar de kroeg en hoera, zat in de koffer en gestolen, het is mis. Belangrijker die ik me was tegenkom, verzenden van e-mails aan de verkeerde ontvanger met grote verzendlijsten in grote organisaties. Er zijn wel oplossingen voor, zoals data leakage protection, maar dat is al niet zo makkelijk. Wat vaak vergeten wordt, dat eigenlijk technische problemen, crashes, vallen er wel degelijk onder. U kunt het allemaal keurig beveiligd hebben, tot het bot, maar u heeft een harddisk crash en u heeft geen backup, dan bent u toch de sjaak in het kader van de melding. Dan vindt het hier weer terug, dus niet te ingewikkeld. Ja, maar voor jullie zeker, een lek is een lek en het is het probleem van de veroorzaak, wat voor soort het is. Hè. Maar goed, opzettelijke lekken, dat was professor van Eten natuurlijk. En dus met zijn cybersecurity, ze weten je te vinden. Hè. Dat hacker breekt in op een systeem enzovoort. Als ik iemand zijn naam vergeet, is dat ook een datalek? Het vergeten? De vraag was of iemand zijn naam vergeet is. Laat eens aan, want ik zou het niet weten. Het vergetenrecht bestaat natuurlijk wel. Maar ik ben niet meer goed bij mijn hoofd. Ik weet het niet meer, terwijl ik het behoor te weten is een interessant. Overigens, wat me nu te binnen schiet, dat ging er net over de spanning tussen, veiligheid, beveiliging en privacy. Ik ben wiskundige van huis uit, dus ik kan zo'n aardig encryptiemechanisme in elkaar sleutelen. En dan komt niemand er meer bij, behalve als ik de sleutel natuurlijk zou prijsgeven. Nou, ben ik een vermeend via Big Data, komt er bijvoorbeeld uit dat ik toch een verdacht persoon ben. Dus komt u eens even uitleggen hoe dat zit met uw sleutel. En dan vertel ik dat niet. Ja, dat kan natuurlijk gewoon. Heb ik dan het recht het niet te vertellen? Nou, dat soort discussies spelen natuurlijk. Dus het recht op 100% encryptie piept en kraakt tussen opsporing en privacy. Waanzinnig interessant. Dus ethisch ook. Hè? Overigens, de groep ethici, als we zeggen we moeten geïntegreerd werken, kom ik zo nog op terug. We hebben het over privacy mensen, security mensen, juristen, business, maar mis een groep. Goed en kwaad. Is die uit zichzelf doorgegaan? Oké, dit kwam bij de vorige spreker keurig naar voren. Dat is ook een wat wij doen in de zin bij de service provider met bewerkersovereenkomsten. We streven altijd naar dat verantwoordelijken gaan melden. Ik vind het een heel interessante net om dat zo niet blijft als we naar de verordening gaan. Dat er een inherente plicht ook is dat die bewerker ook iets moet gaan doen. Want stel je voor je bent bewerker, je salarisverwerkingssysteem. Je meldt zelfs een lek naar de verantwoordelijke en die verantwoordelijke doet niks. En dan denk je, dat kan wel eens een imagoschade voor mij zijn dat de verantwoordelijke niet meldt. Heb ik dan het recht ook te melden? Hoe gaan we daar nou weer mee om? Die wil ik nog even toevoegen. Hè? Het grappige van die wet is, hij geeft ruimte, staat ook letterlijk in, u kunt het A of B regelen. Ik vind het niet zo slim. Ted? Ja, er zit een nuance in. Ja. Daar zit een beetje nuance in, want die wet meldt het datalek en straks ook de AVG, die is van toepassing op elke organisatie. Dat betekent dus als je, en we nemen als uitgangspunt dat we hebben geregeld met elkaar hoe we met elkaar omgaan, dit bewerkersovereenkomst verhaal. Maar dat is zeker in heel veel gevallen nog niet gebeurd. Dat betekent dus dat een bewerker in de situatie kan komen dat er iets gebeurt bij hem, en waarvoor die al was het maar om zijn eigen rug te dekken, want hij moet melden, meldplicht. Die actie neemt. En waar dat hele verhaal om gaat, is dat we de regie in die keten van verwerking bij die verantwoordelijke houden. Want dan heeft diegene Dus je zou eigenlijk, en daar vind je eigenlijk geen standaard
templates voor terug, een soort schabloon moeten hebben, bewerkersovereenkomsten, die compliance in het wetmeldplicht data en lekker artikel 34a, wat hoort er nou in te staan? Ze zijn er nog heel veel niet. Loopzuiver, eens. Is er ook informatieplicht van tussen bewerker en alleen als je dat regelt? Ja, dat is precies wat Ted zegt. Dat is niet. Dat is een onderdeel die je in de bewerkersovereenkomst moet afspreken. Ja. Nou, dat is echt wel een dingetje, is in hem, dat was een dingetje te doen. Ja. Oké, waar ben ik in de tijd? Ja, maar een kwartier. Nou, ik moet natuurlijk wel vijf. Maar 10 minuten, dan heb ik nog tijd voor vragen. Deze kwam, dacht ik, ook voor, hè? Geweldig mooi boek. Waarom noem ik hem? Nou, omdat ik vind, hè, dat privacy op dit moment is zo'n volwassen onderwerp geworden, dat we het ook meer vanuit een business moeten benaderen. Dus ik zeg van PIA naar PIA. De PIA staat in dit document buiten het kader, omdat het een voorschot is voor de verordening. Dus er wordt al gezegd, je moet eigenlijk een PIA gaan doen. Nu is het zo dat de PIA alleen maar verplicht is voor grotere overheidsopdrachten. Maar reken er maar op dat die echt verplicht is. Nou, en wat wij dus doen, hè, dat we bepalen eerst maar eens de kroonjuwelen van je bedrijf. In brede zin, dat is een onderwerp van zich, ga ik niet te veel uitzoomen. Maar ik vind dat jullie moeten overhouden, inspirerend, van PIA naar PIA. Ga van de bedrijfsanalyse, wek de aandacht van de top. Waar liggen uw kroonjuwelen? Krijgt het veel meer perspectief? Ik weet ook als consultant dat je dat niet altijd kan doen. Maar streven wel naar. Nou, prima. Voor de rest laten we dat wat het is. En ik benijd het AP niet dat ze met de afweging zitten. Wat is nou passende beheersing? Als ik een kostuum koop, wanneer past het mij? Te groot, te klein of supergroot? Het past allemaal. Ja, die associatie krijg ik een keer ook. Oké, dan toch even uit de passie van mijn vorige functie bij het Cybersecurity Operating Center KPN. En dat is cybersecurity wereld niet meer weg te denken. En dus hier staat dat nog eens een keer. Dat is dus het continu monitoren van essentiële stukken van de ICT. Geweldige middelen bestaan daarvoor. Overigens de Norea, een andere kennisgroep, ik breng het even in balans, die hebben daar ook eerste studies voor. En naast KPN zijn er natuurlijk ook de Ernst & Young, de Fox IT's, de Dearbytes, tal van bedrijven die dit gaan doen. Maar toch, het geïntegreerd top-down analyseren van die bedrijfsprocessen van PIA naar PIA en dan de goede maatregelen set. Nou ja, dat is volgens mij een integratieoffensief wat we nog moeten doen. Dus ik denk dat er één functie, die ben ik vergeten te vragen, is zit die integratieconsultants? Kijk, dat is Hans. Dat is een KPN business consultant. Het is ontzettend belangrijk om dingen die al goed werken aan elkaar te gaan knopen. En als nou iets moet gebeuren, dan is het security, privacy, bepaalde lokale producten in een geïntegreerd jasje. Want ik werkte hier als business consultant, maar de mensen die daar dus achter die prachtige schermen zitten, ja, als je ziet wat die nou, waar die het over hebben, dat is wel techniek met 7 decimalen achter de komma. Of andersom, dat weet ik niet. Dat is heel technisch. Dus de kunst is daar een brug in te slaan. Goed, het gaat hier niet om cybersecurity sec. Het gaat natuurlijk een beetje om het perspectief. Even kijken, hier ga ik ook niet te veel over zeggen. Die protection officer, ik ga er één ding over zeggen, die is al voldoende verteld. Wat ik ontzettend belangrijk vind is het punt van die accountability en die functie, die DPO, FGO, die toezicht moet houden. Die moet dus in een entiteit aantoonbaar maken dat het in controle is. Dat is natuurlijk prachtig voor de older tak van sport waarin ik nu zit bij de Noreen om je af te vragen. Wat voor rol ga je dan adopteren in combinatie met de FGO? En privacy by design, daar ben ik echt helemaal dol op. En ik ga dus zeggen, de business duwt altijd achter het hele gebeuren. Die draait het privacy vliegen rond met security. Maar ik wil er één tak van sport aan toevoegen. En dat is de ethiek. Want we gaan naar steeds meer bedrijfsmodellen toe. Als je jezelf niet prijsgeeft met alle identiteiten, ga je misschien een hoofdprijs betalen voor bepaalde diensten. Dus maar de vraag in welke mate is dat toelaatbaar.
En dat is ook die hoogleraar uit Delft, die daar een fantastisch verhaal voor heeft. Goed, we gaan door, want de tijd tikt door. Nou, dan even het leuke, wat ik nou prachtig zou vinden, is dat we op een of andere manier, en ik heb de suggestie gedaan bij het Centrum voor Informatiebeveiliging en Privacybescherming, kunnen we niet met elkaar als professionals een geanonimiseerde datalek database creëren? Niet zozeer omdat we lekker willen kwartetten met data leggen, omdat we de root cause willen bepalen, maar wat is nou de oorzaak van sophisticated lekken? Bedrijven die toch hun best hebben gedaan met ordentelijk niveau van beveiliging en de criminelen, de cybercriminelen komen daar doorheen. Wat voor impact heeft het dan op de beveiligingsbaselines? Waanzinnig interessant. Ik ben hem eigenlijk wel benieuwd. Sip wil dat. Nou, ik heb dat binnen de Noorea ook eens voorgesteld. Ik wil eigenlijk ook iedereen eens uitdagen om na te denken over die vraag. En het AP heeft al heel veel content, maar hoe brengen we dat nou zodanig naar elkaar toe dat we echt kunnen leren? Wat vinden jullie ervan? Er zijn mensen die zeggen, nou, dat is interessant, die gaat je nooit lukken. De autoriteit. Nou, ik hoor niet nog leerpunten, ik hoor het niet geaggregeerd, dus met die 4000 datalekken die we nu hebben, kunnen we dat en dat uit leren. Ik wil maar zeggen, die gegevens zijn er. Ja. Zit er iemand van de autoriteit persoonsgegevens in de zaal? Dat is nou natuurlijk jammer. Goed, die vraag gaan we stellen. Verder, wat ik graag zou voorstellen, dus in innovatieve roundtables. Nou, vanuit de Noorea gaan we dat ook doen. Uitdaging die we hebben, enzovoort. Jos, gaan we dat vanuit ISACA ook doen? Ja? Goed. Ik weet niet of iedereen die vraag verstond, maar of we dat vanuit ISACA roundtables ook gaan doen. Oh, ik dacht dat het gesteld is dat we het gingen doen. Innovatieve roundtables. Ja. We staan er altijd voor open. Zoals wellicht vele ISACA en WE-leden weten, zijn we bezig met samenwerking binnen die roundtables. Dus en we staan altijd open voor suggesties voor een invulling daarvan, dus voel je vrij. Oké. Dus het staat genoteerd. Goed zo. Ja, dat is mooi. Nou, oké. Ja, dan even die kennisgroep privacy. Wat wij ook we hebben natuurlijk daarover. Het is een hele mooie campagne geweest in het begin van het jaar bij de andere serie van de Wet Datalek. Ik ga een beetje snel praten omdat de tijd voortzicht. Er is bij de Noorea een verzameling. Wetmeldplicht datalek experts aanwezig, kunnen jullie vinden op internet, hartstikke mooi. Dit is de werkgroep, u ziet, ik ben de enige ingenieur als ik dat nu zie, maar we hebben ook zelfs iemand van de autoriteit persoonsgegevens, dat is een mooi gebalanceerd gezelschap. Voorkomen is beter dan datalekken, ik zou nu weer iets anders maken, datalekken horen erbij, hoe kunnen we dat beter voorkomen? Goed. Wat doen wij in de privacy? Veel zaken met wat erin zit dat wij een hele mooie PIA al hebben. Het heet geen, volgens de voordeling is het een DPIA, Data Protection Impact Assessment. Maar goed, we moeten de D er nog een keer voorzetten. Maar we vonden dit iets beter klinken. Die is downloadable, daar hebben we inmiddels de nodige ervaring in. Maar we zijn niet tevreden. Wat we nu zien aan de hand van reacties voor toepassen van PIA, dat we een voorportaal PIA nodig hebben, dat we iets meer eerst eens even grofstoffelijk bepalen. Van ja, moeten we nou gelijk in één keer zo breed en diep die analyse doen? Dat heet breed PIA. Dus de inherente risico's in hoofdlijnen. En daarna dus kijken of er een PIA-assessment in de diepte nodig is. Er is behoefte aan. Wij gaan ook dat ding omkatten voor de AVG en de General Data Protection Regulation. Dat zit nu nog in de terminologie van de WBP. En heel leuk, we hebben onlangs een initiatief genomen. Hoe kunnen we nou de mensen in de maatschappij helpen om eens kort en krachtig, maar wel goed, die wetmeldplicht datalekken door te lichten. We hebben een assessment tool voor de voorbereiding, die komt dit jaar uit. Nou, daar noem ik even een paar dingetjes in. Ja, daar heb ik natuurlijk geen tijd meer voor, maar die is in ieder geval gesorteerd in inventarisatie, preventie en detectie. Maar de stelling die wij hebben, die raakt alle relevante componenten. Enerzijds van een onderdelen artikel 13, artikel 14 WBP. En last but not least, de artikel 34a. Dat dus dat op een slimme manier als self-assessment en als auditor kan gehanteerd worden. Ga ik nu denk ik afsluiten? Ja, je hebt nog 2 minuten. 2 minuten, ja, dan gaat het goed. Dan heb ik nog vragen.
Nou, dit zijn mijn gegevens. Want ik ga natuurlijk gewoon een keer contact opnemen. Dat zouden we erg op prijs stellen. En ik wil afsluiten. In de auto op weg naar hier heb ik dat gedacht. We willen eigenlijk met privacy, willen we de AAA-status weer terugkrijgen. En wat bedoel ik ermee? Dat we dus advanced willen weer gaan werken. Dat het adaptief is met de nieuwe technologie. En dat we het ook accessible kunnen maken en auditeerbaar. En hoe gaan we dat doen? Door triple I. Een beetje in termen van, dat doen we door innovaties, door geïntegreerd te werken. En er was er nog een I, even kijken. Geïntegreerd, innovatief en vooral met werkgroepen elkaar inspireren. En dan hoop ik dat we de AAA-status van onze persoonsgegevens weer terug krijgen. Dank u wel. Ja, dankjewel Jan. Iemand nog een vraag aan Jan? Een hele korte, de brochure van de kennisgroep, is die ook al beschikbaar? Kan die al gedeeld worden of kan er naar gewerkt? Die kan even die slides tevoren komen. Nee, ja, deze. Ja. Oké. Okay. Ja. Alles over data.nl. Ja, moet je dan ook lid zijn van de Norea of nee. Kan je dat ook doen als je dat niet bent? Ja. Oké, okay, dat is mooi. Dat is open. Een andere vraag nog? Nee. Nou Jan, dan nogmaals bedankt. En namens de organisatie heb ik nog wat voor je. Zo. Nou, ja, ja, ja. Dankjewel Jan. Graag gedaan.